Omdat ik op zoek was voor nog meer inspiratie, voor nog meer bevestiging voor wat ik op dit moment aan het doen ben. Met mijn bedrijf anders neerzetten en mezelf eigenlijk anders neerzetten. Ja, want tot nu toe denk ik van ik doe maar wat en klanten betalen mij of cliënten betalen mij. Maar eigenlijk daar meer te zien van wat ik waard ben of wat ik doe, dat ik daar eigenlijk ook een prijs voor mag vragen. Wat ik aan Maatje zo mooi vind, is dat zij mij inspireert doordat ze zo zichzelf is. Ik heb het gevoel, daar is niet veel opsmukken, niet veel... Zij is Maatje. En dat laat mij zien dat ik denk, ik kan ook Margit zijn en dan ook andere vrouwen inspireren. Want tot nu toe dacht ik altijd, ik moet 1000 diploma's hebben, die heb ik inmiddels. En toch durf ik niet echt naar buiten te gaan. En zij laat me wel zien van, als je zo bent zoals je bent, dan vinden mensen je ook goed. En komen naar je toe en geloven wat je zegt. Wat biedt ze me nog meer? Dat ik voor mezelf durf te gaan staan. Voor mijn eigen krachten. Dat vind ik nog heel spannend, maar ja, dat is allemaal één. Ik heb mijn bedrijf al 13 jaar. Maar 13 jaar in de garage, mooi. Weet je wel? Dus één op één klanten. Dat gaat allemaal prima, maar nu wil ik toch een stapje verder.